that get chosen to be on the team. That will be amazing. Don't look at the turn. Look where you want to go. Fantastisch. Het was echt niet normaal. Ik ben zo trots op haar. En het kon denk ik nog wel sneller, maar het was al ja, super. Want je kon niet echt draaien. De barrage was echt niet dat je echt voorlangs kon. Dus het was gewoon meer gasten. En dan zijn we wel goed in, hè? Lekker de crossen. Hè? Dus ik ben echt super trots. En Diesel staat ook alweer klaar, want we moeten snel door. Dus ik ga nu met Milstreams Diesel. Hey! Christine! Woe! Christine Schildhalmers verbetert haar eigen tijd. Deze keer voor mij de Nelson Diesel in de rente van 26-28. Dieseltje en ik komen net uit de ring en Diesel was echt on fire. Het is echt bizar, want Galante stond al eerste, maar ik heb met Diesel gewoon nog een seconde van mijn tijd afgereden. Dus Diesel staat nu te lopen op eerste. En ja, ze moeten er nog heel veel, dus ik zou niet weten hoe we gaan eindigen. Maar het is gewoon bizar als je op wintersport gaat en je komt dan zo de ring uit en dan dat ze het alle twee zo goed doen. Ik vind het ook wel heel mooi dat je gewoon paardrijden echt niet verliert. Ook al heb je, nou, het is ook maar 4 dagen, maar ook al ben je even helemaal weg van de paarden, je komt terug. Je weet gewoon nog steeds hoe je moet rijden. Dus dat is zo, ja, zo'n goed gevoel, weet je wel. En mensen zullen wel denken, 4 dagen niet gereden heb ik ook wel eens. Maar voor mij is dat best anders ofzo. Dus ik ben echt heel trots op Diesel. Woe, echt Galante. En nu mag nog inspreken. Ik sta nu tussen mijn 2 toppers en ik heb ze echt gemist hoor. Ik was echt ver weg, want ik was gewoon bijna 1000 kilometer van ze vandaan. Maar we zijn weer herenigd en we hebben ons gelijk weer goed ons best gedaan. Want
Zonder kanonnen was zij toch een toppertje. Opa fokt wel goede vetjes, hè? Ja, en misschien merken jullie het wel aan mij, maar ik ben zo ontzettend moe. Het is echt niet normaal. Ik heb de wintersportvlog heb je ook kunnen bekijken. Heb je die nog niet gezien? Klik dan even hier. Maar was heftig, al die alpreski. Ik ben wel niet te droog over te komen in deze video. Dus gewoon nog even mezelf blijven. Alleen, ja, ik ben echt heel erg moe vandaag. Maar dat maakt niet uit, want ik ben wel, op een of andere manier, ik ben wel heel erg moe. Maar ik ben wel scherp. Ik ben wel gewoon gefocust en goed op de wedstrijd. En daartussendoor ben ik maar een beetje stil en rustig, wat ik normaal niet echt ben. Maar ik ben op de wedstrijd wel goed gefocust. Question. It's my dream also to get to an international jumping competition. Yeah. Do you have some... Yeah, what do you need to get there? I think a lot of it comes from perseverance. You need to just keep working and working and working. So many hours in the saddle and just go to these shows and keep jumping as many rounds as you can. But honestly, once you're at the international shows, it's still show jumping. It's still the same, so don't be nervous. This is really amazing. Do you get a lot of comments about that? I do. And is it always positive or...? Not always. Sometimes people are not so nice, but in general people like it. Yeah. And I like it, so I don't really care what they say. And what is your goal? Because you are very high now. Is there something you want to do? Yeah, for sure. For me, it's about world ranking. I want to get really into the top three. I want to get really high in the rankings and go to the Olympics. So for me, that's the goal. And is it this year you want to? Yeah, the Israeli team is qualified for the Olympics. So hopefully I get chosen to be on the team. That will be amazing. And I get to go to Tokyo. The most important thing for a rider. Because you have a lot of pressure. Is there something you always do? I think one thing I always tell all the riders and what I think myself is always look where you're going, not where you don't want to go. And I think that's in riding, when you're on the horse, but also in life. Always look forward. Yeah. Don't look like if you're making a turn or something on the horse, don't look at the turn, look where you want to go. Yeah. And I think in life it's the same thing. You got to look the goals that you have and look towards them. So yeah. I think that's what I would say. And what is the beautiful competition you ever rode? I think the LGCT in Mexico is amazing. Yeah. That is really one of the most beautiful shows. It's so crazy. I always see you on television and now I see you in real life. Thank you very much. You're very welcome. And all the luck. I hope you will get to Tokyo. Thank you and good luck to you. Thank you. Bye. Ik heb net toch iets gedaan. Ik dacht, je leeft maar één keer. Ik heb echt geen goed Engels, dus sorry daarvoor. Maar ik dacht, ik ga gewoon naar daartoe. Ik vraag gewoon even een interview. Ze werkte zo, ze is zo lief en ze werkte mee. Dus ik heb gewoon even een Engels interview gedaan. Als jullie me Engels niet kunnen verstaan, dat snap ik heel goed. Maar ik zit nog in haven 4, dus ik ben het nog aan het leren. En ik heb gewoon heel veel respect voor haar. Ze rijdt internationaal en ik kijk vaak op televisie naar die wedstrijden. En dan zie je haar rijden. Dus ze valt natuurlijk heel erg op met de hanen en met het haar en zo. Maar echt, heel veel respect voor haar. En het is een superleuke meid. Dus het was echt leuk om even haar te interviewen. You get everybody staring for days. All they see is just a young, pretty face. But I'm trying to get to know you much better. Don't matter how much time it will take. But there's something you're trying to hide. There's something you're keeping inside. But I'm trying to get to know you much better. Maar ja,
moesten weer even aan elkaar wennen of zo. Ja, ik weet eigenlijk niet. Maar ik ga het straks wel op het filmpje analyseren. Dus dat is wel jammer. Maar de andere twee deden het super. Hey. Freesje deed even de ereronde van Diesel en Galant, om het maar zo te zeggen, want daar was ik als laatste mee. Het is wel echt teamwork. De twee, Galant en Diesel, die halen de prijzen binnen en Inspiration haalt de prijs op. Dus dat is wel mooi. Ik heb twee waardebonnen gewonnen. Eentje voor een taart en eentje voor een handpakket. Nou ja, het handpakket mag denk ik opa wel, dan neem ik de taart. Dus die ga ik nu even ophalen en dan, ja, dan zit de springwedstrijd er alweer op. Alsjeblieft. Kijk eens, Galant, we hebben taart. En opa heeft een handpakket. Toch, opa? Ja, heel lekker. Ik heb me lekker van barbecue. Oh, zie die taart. Galant er nog lekker op de taart. Dat ziet er lekker uit. Oh, die zit je Galant te verdiepen. Oh, ja. Hebben we goed gedaan, hè, opa? Ja. Zo. Zeg maar, bedankt voor het kijken. Jammer, hé. Dat moet jij zeggen. Nee, jij mag dat zeggen. Oh, nou, en bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog. Ja, en denk erom, het beste moet nog komen. Nou, dat belooft veel. Doei, doei.